Mensen kunnen emoties voelen zonder na te denken. Helemaal vanzelf. Het is een hele natuurlijke ervaring voor je om emotionele reacties te hebben. En sommige emotionele reacties zijn zeer plezierig. We kunnen lopen door een bos en de geur ruiken van pasgevallen regen. En wanneer we dat ruiken, kunnen sommige mensen teruggaan in de tijd. Naar oude herinneringen die ze vergeten waren. En het is een heel natuurlijk proces voor jou om te herinneren wat je vroeger hebt meegemaakt. Sommige dingen weet je niet meer die je hebt meegemaakt. Maar in een trance kunnen sommige mensen herinneringen krijgen die ze vergeten waren. Jij kan vergeten en onthouden te vergeten. Sommige dingen zijn de moeite waard om te blijven onthouden te vergeten. Je onderbewuste weet hoe het moet vergeten. Je onderbewuste weet hoe het dingen moet onthouden. Weet je nog? Heel lang geleden? Toen je voor de allereerste keer leerde vergeten. Misschien ben je het vergeten. Hoe je voor de allereerste keer lang geleden leerde vergeten. Als klein meisje of jongetje. Je hoefde ook niet bewust te onthouden hoe je onbewuste vergat voor de allereerste keer. Het kunnen vergeten is een belangrijke vaardigheid. En er zijn dingen die je wilt blijven vergeten, toch?